Hoi, ik ben Pieter. Ik ben deelprojectleider van het prestatieveld onderhoud en verbetering van de Edis Benchmark. Het prestatieveld onderhoud en verbetering gaat over de instandhoudingskosten, dus wat we uitgeven aan de woning, en over de technische kwaliteit en over de ervaren kwaliteit. Er zit een verband tussen die drie onderdelen, dus als we meer uitgeven aan een woning, dan verwachten we dat de technische kwaliteit beter wordt. En als de technische kwaliteit beter wordt, dan is ook de waardering die de huurder aan die woning geeft beter. Corporaties zijn in 9 jaar tijd fors meer gaan uitgeven. Duiken we nog wat verder die cijfers in, dan zagen we dat we 9 jaar geleden ongeveer €1.950 per woning uitgaven. In 2022 is dat gegroeid naar €3.739. Als we dat vertalen naar de sector, dan hebben we 9,1 miljard uitgegeven aan instandhouding. En die uitgave van 9,1 miljard zien we ook terug in de verbetering van de technische kwaliteit. De waardering van de huurders die blijft stabiel op een 6,9. Wel zien we dat de waardering voor de oudere woningen met een lager energielabel aan het afnemen is. En de waardering voor betere woningen toeneemt. Dus er is uiteindelijk meer spreiding. Dat komt hoogstwaarschijnlijk door het feit dat die nieuwere woningen comfortabeler zijn en ook een lagere energielast hebben. Sterker nog, hoe hoger het energielabel, hoe hoger de ervaren woningkwaliteit. Als corporaties meer willen leren over onderhoud en verbetering, dan kunnen ze komen naar de Bench Learning Dagen begin 2024. Daar gaan we met elkaar de diepte in, de details in. We hebben ook meer detailinformatie op woningniveau kunnen koppelen dit jaar dan andere jaren. Die geven we ook aan de corporaties terug. Dus kom